1 op de 4 komt niet terug. En je kunt nergens op terugvallen. Er zijn geen helikopters die op die hoogte kunnen vliegen. Er kunnen geen reddingsteams naartoe. Het is up your own. Ga ervan uit dat die beklimming 19 uur gaat duren. Het is een totale uitputtingsslag. Een uitglijden maak je het meestal omdat je even niet oplegt en je gaat zo de afgrond in. En we komen bovenaan en we kunnen nergens onze touwen meer vinden. Hoe kan dit? Wilco van Rooyen is vermist op de levensgevaarlijke berg, de K2 bij de Himalaya. Moet ik naar jou kijken of in de camera? Kijken. Oké. Ik ben Wilco van Rooyen. Ik overleefde op de Killer Mountain, de K2, het grootste bergbeklimdrama ooit. Ja, de liefde voor het bergbeklimmen is eigenlijk al heel vroeg ontstaan, doordat mijn vader eigenlijk gek was van de bergen. Ja, en daar ging ik gewoon als klein jongetje mee wandelen, onschuldige topjes op in de Alpen. Maar ik weet nog goed dat ik op een bepaalde leeftijd de bergbeklimmers vanaf de camping zag vertrekken met van die grote rugzakken met touwen en stijgijzers. Dus toen dacht ik, wauw, die gaan echt verder, hè, waar het pad ophoudt, om het zo maar te zeggen. Zo kroop ik langzamerhand steeds verder die wereld in. Mijn hele leven bestond eigenlijk al uit bergbeklimmen. Ja, nooit kunnen bevroeden dat uiteindelijk ik ook zou komen tot aan de Himalaya aan toe, tot zelfs de hoogste berg van de wereld aan toe. Ja, als je kijkt naar de statistieken van de K2, dan kan je geen andere conclusie trekken eigenlijk dan te zeggen dat ga ik niet doen. Zoals een kind een berg tekent, één lijn omhoog en een schuine lijn naar beneden, dat is de K2. Als je vervolgens een berg moet tekenen van de Mount Everest, moet je eigenlijk een halve maan tekenen. K2 is echt klimmen. Dat is op grote hoogte, op 8300 meter hoogte, moet je nog door een zogenaamd bottleneck heen. Naar 90 graden steile ijswand, ja, waar je onderlangs moet je dan nog omhoog zien te komen. 1 op de 4 komt mogelijk niet terug. Dus 25% kans om het leven te laten. Ja, ik snap dat mensen zeggen, joh, je was toch vader geworden dat jaar, hoe kan je nou je gezin op dat moment verlaten? Maar als jij gepassioneerd, vol in het leven, ergens van houdt, dan kan je dat niet loslaten. Maar, om het even aan te geven, mijn vrouw gaf mij die ruimte. Uit liefde, tuurlijk blijft er een risico over, maar daarvan zeg je, dat accepteren we. Bij dit soort beklimmingen loop je ten alle tijde tegen de beperking van de menselijke capaciteiten aan. Die hellingen maakt dat er veel steenslaggevaar is. Dus letterlijk dat er overal stenen vandaan zouden kunnen komen. Door wind, erosie, storm, noem het maar op. En anderzijds ook lawinegevaar van sneeuw en ijs. En kun je je voorstellen, als je dus naar grotere hoogte gaat waar heel veel zuurstof tekort is, dan kan dat lichaam niet meer normaal functioneren. Als je zonder extra zuurstof klimt, dat gaat tergend langzaam. Je moet vechten voor elke stap. Het is... En denk je nou rust even uit? Nou, forget it. Er is geen uitrusten meer. En ga ervan uit dat die beklimming 17, 18, 19 uur gaat duren. Het is een totale uitputtingsslag. Je eet niet meer, want je lichaam zit al lang in de fase van ik stop geen energie meer in het verteren van voedsel. Je krijgt maar één keer een kans. Uiteindelijk halen wij die top. We staan op de top van de K2. Om een uur of 6, 7 s'avonds. Ja, als je boven komt op die droom waar je in mijn geval dan al 13 jaar aan het werk bent. Weet je, je kijkt elkaar aan. Gerard, waarmee ik die droom natuurlijk ook al vroeg begonnen was. Kas, mijn klimmaatje. Je valt elkaar in armen. Je begint te huilen. En ja, woorden schieten tekort. Je ziet de zon ondergaan. En wat wij daar hebben gezien, dat zien nog maar heel weinig mensen op de wereld. Namelijk, je staat zo hoog op deze planeet dat de zon gaat onder, maar je ziet de schaduw van de berg, zie je voor je boven de horizon uitsteken. En daar sta jij dan op. Ja, het is werkelijk gewoon niet te bevatten. Je ziet zelfs de kromming van de aarde, zo hoog sta je. Dat is eigenlijk alleen aan een astronaut gegeven. Alleen, je beseft natuurlijk ook drommels goed, nu nog naar beneden. Je moet je voorstellen, je staat op de top, je staat met een satelliettelefoon te bellen en het nieuws gaat de wereld rond. En natuurlijk, ons thuisfront weet, wacht eerst maar even af tot jullie veilig terug zijn in kamp 4 en dan pas trekken we de champagne open. Want omhoog klimmen, dat klinkt gek, is niet het moeilijkste.
het naar beneden komen. Daar zit de truc. De meeste ongelukken gebeuren ook allemaal op de afdaling. Mensen zijn oververmoeid. Een uitglijden maak je nou eenmaal meestal omdat je even niet oplegt en oververmoeid bent en je gaat zo de afgrond in. Als het misgaat, dan zijn er geen reddingsteams. Er zijn geen helikopters die op die hoogte kunnen vliegen. Het is up your own. Wij gaan terug naar de laatste touwen. En we worden nog gewaarschuwd door onze webmaster. Hou je kop erbij. En we beginnen er nog te lachen. We zeggen, daar liggen de touwen. Wij komen terug. Geen probleem. Routine. En we komen uiteindelijk bovenaan die zogenaamde bottleneck. En we kunnen nergens onze touwen meer vinden. Maar dat is natuurlijk heel gek, want niemand haalt die touwen weg. Dus wat denk je dan? Ja, we zitten niet goed. We moeten meer naar links. Nou, dan ga je eerst met z'n allen naar links. Dan zeg je, nou, dan was het toch meer naar rechts. Nou, met z'n allen naar rechts, dan zijn ze ook niet. En dan begint natuurlijk, ja, jongens, hoe kan dit? Waar is het misgegaan? Niemand weet het meer. En dan gebeurt er iets bijzonders. Mensen gaan eigen beslissingen nemen. Want het huis staat gewoon letterlijk in de fik. En de een die rent naar die deur en de ander rent naar die deur. En niemand die het weet. Ja, en je hebt op de afdaling bijvoorbeeld geen extra touwen bij je. Het is elke gram telt. Dus je hebt alles geminimaliseerd en alle touwen die je hebt, die breng je aan op de weg naar de top toe. Uiteindelijk wordt er niet meer gecommuniceerd. Het is 00:30 s'nachts inmiddels. We zijn oververmoeid. We zien allerlei andere klimmers andere dingen doen. Meer risico nemen. En dat zorgt ervoor dat de eerste klimmers natuurlijk ergens naar beneden vallen of verdwalen. Wij maken een bivak. Je gaat gewoon in de sneeuw zitten bij min 30. Zonder eten, zonder drinken. Je gaat niet naar huis bellen. Want je weet, ze kunnen daar niks veranderen. Wij moeten nu onze eigen boontjes doppen. En je hoopt gewoon dat je de zon de volgende ochtend op ziet komen. We zitten die nacht door bij min 30. We zien de zon opkomen. We gaan opnieuw naar die touwen zoeken. Dan krijg ik een nieuw probleem erbij. Ik word sneeuwblind. Ik vergaat van de pijn. Ik zit te wrijven. Ik zit in elkaar. En ik besef, ik heb geen moment te verliezen. Ik moet gewoon nu naar beneden. Niemand komt mij halen. Dus ik ga zomaar ergens naar beneden. Waarop die andere jongens natuurlijk denken dat ik de weg kwijt ben. Mentaal gezien ook. Maar ik kom niet meer terug. Waaruit zij later de conclusie trekken. Misschien heeft hij toch de weg gevonden. Dus laten we maar dezelfde weg gaan. Ik ga naar beneden en ik klim mezelf vast. Dat is heel logisch. Je staat op een gegeven moment voor een afgrond van 90 graden in een zwart gaap, het gat te kijken. En er is gewoon geen weg meer. Toen besefte ik, dit kan het einde zijn. De zuurstof wordt letterlijk uit je hersenen weggeknepen en je komt niet meer tot actie. Dus het is een tikkende klok. En ik ben toen gaan bellen met mijn satelliettelefoon. Nou, je kunt je voorstellen, mijn vrouw woonde in Utrecht, Teun in dit geval in haar armen. En ze had natuurlijk al lang door dat het een en ander goed mis was op die berg. Ik bedoel, het nieuws gaat natuurlijk de wereld rond. Het heeft veel te lang geduurd. Het enige wat zij probeerde te doen was mij natuurlijk moed in te praten. Dat ik gewoon vol moest blijven houden, dat ik vader was geworden. En dan besef je dat je weer op moet hangen, want anders is die batterij leeg. Er zit maar een klein batterijtje in die satelliettelefoon. En als je te lang dat gesprek maakt, het is natuurlijk min 30, dan is het klaar en kan je elkaar nooit meer bereiken. Dus ik hang op met de belofte, ik bel je over 24 uur weer op. En dan komt het grote wonder als het ware, want ik verlies het bewustzijn en dan volgens onze wetten van de logica is het dan afgelopen. En wat er gebeurd is, is voor mij ook het wonder, maar niet alleen maar een plat wonder. In mijn beleving moet ik urenlang bewusteloos zijn geweest. Maar ik had gelukkig een horloge om, wat om het kwartier de hoogte had opgeslagen en later hebben we dat uitgelezen en ik blijk een half uur lang het bewustzijn kwijt geweest te zijn. Maar hoe kan het dat als je batterij totaal leeg is, en dan bedoel ik dus ook echt je fysieke batterij, dat je weer tot leven komt? En dan hebben we het volgende ontdekt, dat op het moment dat ik dus het bewustzijn kwijt was, heeft mijn zoontje echt als een baby enorm licht krijsen. En het is een hele rustige baby. En hij lag in zijn kamertje te krijsen dat zij later aan mij vertelde, het leek wel alsof hij een soort afscheid aan het nemen was. En laat dat nou het moment zijn geweest dat ik mijn ogen weer heb open gedaan. Hij heeft wel eigenlijk met dat moment, althans dat hou ik mezelf graag voor, wakker gemaakt. En op het moment dat ik mijn ogen opendeed, was er natuurlijk niet een oplossing, daar is de weg, ga maar naar beneden. Maar ik ben met hernieuwde energie, hoe gek dat ook klinkt, ben ik weer stap voor stap gaan afdalen.
Ik moest van die berg af. En wat ik wel heb voor mezelf als een soort mantra heb in mijn hoofd heb gehad, is dat er is een oplossing. En het is in Gods handen of in het universum of die oplossing komt. Maar ik geef niet op. En mijn onderbewustzijn heeft het overgenomen. Hoe krijgt het lijf het voor elkaar om jou in leven te houden? 2 nachten in de dead zone. Dat was gods onmogelijk. Dus er stond ook al op internet dat ik dood was. De Nederlandse klimmer Wilco van Rooij is vermist op de levensgevaarlijke berg, de K2 bij de Himalaya. Ik heb ontzettende pijnen gehad van uitdroging, adrenaline. En zo heb ik er een dag over gedaan om uiteindelijk van 8300 meter naar 7700 meter te komen. Het is voor mij een soort film geweest waarin ik echt letterlijk stapje voor stapje zeer overwogen elke stap heb genomen. En je moet je voorstellen dat ik heb sommige momenten heb ik ook echt gewoon de adrenaline moeten laten zakken. Moed moeten verzamelen om het volgende stukje weer te overbruggen. Want ik wist ook dat elk moment ik onderuit kon glijden en dan was het gebeurd. En natuurlijk kan je in één klap dood zijn. Ik heb waarschijnlijk ook langs een dode klimmer gezeten, maar ik kan het je niet eens bewust. Ik leefde natuurlijk vanuit een onderbewustzijn, dus ik weet niet wat waar is en wat niet waar is. En zo ben ik stapje voor stapje echt letterlijk door die wand afgedaald. En dat is ook de reden waarom ik een dag erover gedaan heb om van 8300 naar 77 te komen. Terwijl dat een stuk is, dat had ik anders, nou, laat ik er eens 2-3 uur over hebben gedaan. Toen heb ik weer een bivak moeten maken, omdat ik wel realiseerde als ik in de nacht doorga, dan verdwijn ik in een gletsjerspleet en vindt helemaal niemand me meer. Wist niet of ik de volgende ochtend weer zou halen. Ik kijk niet meer op je horloge, je bent totaal in jezelf gekeerd. Ik weet alleen dat ik de volgende ochtend heb ik de zon op zien komen om 5 uur 's ochtends. Ik ben mijn weg weer gaan vervolgen en godzijdank om 1 uur of 10 weet ik kamp 3 te bereiken, waarvan ik mijn eigen klimmaat niet meer herken. Om me aan te geven hoe ver je dus als mens, ja, weg bent en uiteindelijk kom ik dan weer, nou ja, je zou kunnen zeggen tot mijn positieve en ga ik me realiseren, ja, wat er gebeurd is en wordt mij verteld dat die er niet meer is en die er niet meer is en die er niet meer is. Voordat mijn weg doodliep, heb ik een aantal klimmers in de touwen zien hangen. Die vroegen nog om hulp. Ik heb nog wel gepraat met ze. Ik heb ze nog een paar handschoenen kunnen geven. Hun laarzen waren uitgeslagen door de klap. Ze hadden geen handschoenen meer aan. Ze vertelden mij dat ze contact hadden gehad met basiskamp. Maar ik was zelf aan het overleven. Maar vergis je niet, het is een wand van 90 graden. Als je die jongens lossnijdt, dan verdwijnen ze in de diepte. En hoe ga je die jongens op hun benen krijgen? Dus ik heb alleen maar kunnen zeggen, goed dat de hulp is onderweg. Hier heb je mijn handschoenen en ik ben mijn weg gaan vervolgen. Maar Gerard is willens en wetens is die bezig geweest met die jongens los te krijgen. Het lijkt erop alsof het hem ook nog gelukt is aan de hand van radiogesprekken die we terug hebben kunnen luisteren. Waarin een derde, vierde, wie weet mag het zeggen, vijfde, zesde lawine is uiteindelijk Gerard met die jongens die hij los heeft gekregen uiteindelijk ook weer om het leven gekomen. Ja. Die berg op dat moment leefde op zo erg dat we daar als mens gewoon op dat moment niks te zoeken hadden. Ja, dat moment, je bent zo godsdankbaar dat je er überhaupt nog bent. Want je mag best weten, toen ik in mijn rolstoel op Schiphol aankwam met mijn voet in het verband en het feit dat ik mijn zoon terugzie, die tenen spelen voor mij geen rol. Mijn vrouw, in haar hoofd, had zij al afscheid genomen van mij. Dat is natuurlijk heel hard voor mij om te horen. Maar tegelijkertijd was ik ook heel trots dat zij dus uiteindelijk schakelde en realiseerde, we moeten wel verder. Hoe moeilijk het ook is. En dat je elkaar dan weer ziet en voelt. Ja, dan kun je alleen maar huilen en elkaar vasthouden. Natuurlijk heb ik ook de vraag gehad bij mezelf, waarom zit ik hier nog wel en hij niet meer? Hij deed iets wat van zo'n symbolische waarde was. Hij probeerde iemand het leven te redden. Dan heeft hij toch meer recht op overleven dan ik. Maar zo zit het leven natuurlijk niet in elkaar. Het enige wat ik kan doen, is vanuit zijn geest de goede dingen doen. En ik heb de moeilijke opdracht, wat ga ik nog aan mijn leven toevoegen, zodat ik het voor mezelf in ieder geval rechtvaardig vind, ja, dat ik die extra tijd nog gekregen heb.
Ik heb een prachtig leven. Sterker nog, als het morgen afgelopen is, ben ik een van de dankbaarste mensen die er zijn. En toch zit er iets in mij van nieuwsgierigheid. Nog meer willen leren van het leven. Daag jezelf dan ook uit, want je bent tot zoveel meer in staat. Echt waar. Het is ja, letterlijk en figuurlijk één groot wonder. Ja, nou ja, exact. Die touwen hadden wij dus laten ontwikkelen. Die waren zo sterk, die konden niet meer breken. Dus het hele touw verdwijnt, inclusief de ankers, en je vindt helemaal niks meer. Zijn ze maar afgevallen door de lawine? Ja, uiteindelijk zijn er dus uit die Chirac-zone. Iedereen denkt dat de halve berg naar beneden is gekomen. Maar joh, dat zijn speldenknopjes die naar beneden vallen. Alleen voor onze begrippen zijn dat gewoon blokken ijs van ter grootte van auto's. En het gekke is, en dit kun je bijna niet geloven, dat niemand ooit wat gezien of gehoord heeft.